Hallo Jelle, het is Benny Furie en ik is single. De reden waarom ik single is, is ik raak ongelooflijk vinnig verliefd. Ongelooflijk vinnig verliefd. Als ik een meisje zie, als ik net een stukje van haar gezicht zie in haar grimering, net een snuf krijg, is ik in mijn moeder. Als ik in mijn dan is het net huppel en ek koop fotoramen voor ons ongeborene kinders en uit geen financiële problemen nie. En dan gaan ons op ons eerste date. En dan doen ek gewoonlik hierdie ding, allemaal doen het, waar jy vat haar naam en dan sit jy het by jou van. Jy allemaal het dit al gedoen, hè? Jy moet het net nie hardop op jou eerste date doen nie. Dit is gewoonlik wat hulle weghardloop. Is die getrouwde kappels hier, enige jong getrouwde kappels? Ja. So wacht, jy is nie single nie, byt vas. Jy is nie in een verhouding nie, maar jy is ook nie getrouwd, hè? Ah, damn it, broer en sister! Dit is die enigste andere combinatie! Getrouwde kappels? Is jullie twee getrouwd? Hallo! Wat is jullie naam? Monique en Christu. Hallo, Monique Furie. Nee. Ik trouw, hey! Monique en Christu, zeg even maar, hoe lang zijn jullie al getrouwd? 8 jaar, wauw, so jullie komen al uit. Nice, dat is goed. Zeg even maar, Monique en Christu, onthou jullie een speciale dag? Wauw. Oké, okay, jullie trouwdag. Onthou jullie die ongelooflijkste dierste dag van je leven? Die dag. Onthou jullie dit? Jylle, was het een mooie dag? Wat het ze aangehad? Witrok, natuurlijk. Sorry, ik ook vraag. En zeg even van mij, het hy gehuil toen jij in die aisle stap? Ik praat nou niet van, je hebt een kind in een vloed verloor, hy nie net. Biggie Tron, het hy gehuil? Ja. Oké, hier is die ding, dames en heren, jy moet huil. Jy moet huil, as jy bruidegom is, en jou bruid stap in die aisle af, dis traditie, jy moet huil, oké? Niemand gee my om vir die bruid nie, soos ja, sy het wit aan ons veer, allemaal is soos huilig. Want as jy nie huil nie, is jy nie lief van nie. Dis my vader so dit, as jy nie huil nie, is jy lief van nie. En dis een rede hoekom ek nog nie getrouwd is nie, is ek is so skyt bang, ek sta nog voor, en die bruid stap op my af en ek kan nie huil nie. So ek het begin prentjies maak, jy weet. Ek het begin images create wat my in die gang kan kry. Soos my ouma wat tragies dood is. Ek het, ja, sê jy met jou wat ek gaan. Een bokkie wat pas gebore is, wat hier een leeuw gevang word. So baie sad image wat ek gaan. Die fliek stroom op. En nou die 2 ure wat ek nooit van my leven gaan terugkry nie, daai ontlok altyd een traan. Maar toe denk ek, weet jy wat, moet nie. Moet nie aan dit ding, kyk net naar jou vrou, kyk net naar jou bruid wat op jou afgestap kom, nee, met haar ongelooflike duur trourok, wat sy net een keer in haar lewe gaan dra, 30.000 rand, daai trane gaan natuurlijk kom, het gaan vanzelf kom. Nee, dis waar, wie betaal 30.000 rand vir die trourok gebruik om een keer, daarom moet die eventuele tafeldoek word, jy moet om repurpose, jy moet. As dit die speeches natuurlijk, dat is altijd die poepel van een oom wat skree, lang sal hy lewe, heerlijkheid. Lang sal hy lewe. Die probleem is, as hy die eerste keer dit sing, dan is daar nog 6 speeches, en hy moet allemaal dit heel tyd sing. En hy wens jy al is net, lang sal, doen ons hier nie nog? By my trouwheid, dit sal nie gebeur nie, want ek gaan een sniper heen. As hy oom hier begin sing, lang sal hy lewe, poep, skiet om, dood. Ons allemaal, by sy begrafenis, lang sal hy lewe, lang sing. Baie dankie dames en heren, baie dankie dat jy hier is, baie dankie dat jy hier is.